Welkom bij deel 2 van deze video. In deze video laat ik zien hoe je de tray maakt waarin de melkpakjes zitten. Heb je de eerste video gemist? Dan raad ik aan om die eerst te bekijken. We gaan verder waar we de vorige keer gebleven waren. Zoals je ziet zijn de melkpakjes klaar. We brengen nog een kleine versiering aan. Ik heb twee hartjes uitgestanst uit een van de restjes. Daar doe ik een stamping dimensional op. En dan plak ik die op het doosje. Dat is één. En dat doe ik nu ook bij de tweede. Stamping dimensionals zijn een van de beste plakkertjes die ik tot nog toe heb gebruikt. Ze zijn een hele mooie dikte. En ze zijn bovendien ook heel stevig. Dus dat scheelt. Nou, we hebben nog een paar stukken over. We gaan dus de tray maken. En het handvat. Nou, ik zelf vind het makkelijkste om met het handvat te beginnen. We hadden die in de vorige video gerild op 2,5 centimeter. Dus dan vouwen we die gewoon dubbel. Dat doen we met allebei. Nu ga ik eerst de hoekjes aan de bovenkant ga ik afronden. Dat doe ik bij allebei. En ik doe het ook bij de versiering. Daar haal ik ook de hoekjes af. Op dat moment breng ik wat lijm aan. Aan een stukje DSP. Wat ik voor de versiering ga gebruiken. En plak die aan de bovenkant. Doe ik bij alle twee. Nu wil ik een rondje hieruit stansen, uitponzen. Maar het is vaak moeilijk om dat te centreren. Dus ik heb van een stukje kopieerpapier heb ik een rondje alvast geponst. En die plak ik nu hierop. En dan kan ik zien, dit zit mooi in het midden. Op dat moment pak ik pas mijn pons erbij. En dan zorg ik dat het hele venstertje gevuld is met mijn voorbeeld. Ik pons hem uit en zoals je ziet zit hij precies waar ik hem hebben wil. Nu wil ik natuurlijk op die andere hem op precies dezelfde plek. Dus wat doe ik dan? Dan lijn ik deze twee lijn ik uit met elkaar. Dan pak ik mijnzelfde voorbeeldje. Even nog een klein beetje lijm erop aanbrengen, dat hij ietsjes blijft zitten. En die plak ik dan door het gaatje heen. Op de andere kant. Als ik nu weer mijn pons erbij pak. En ik zorg dat het venster weer helemaal gevuld is. Dan zul je zien. Dat ze heel mooi uitlijnen. Nou, we gaan weer lijmen. De reden dat ik het trouwens niet tegelijk uitgeponst heb, is dat het karton is net even te dik om zoveel lagen tegelijk uit te stansen. En daar beschadig je je stans mee, je spons. Dus daarom dat ik het in twee etappes even heb gedaan. Dit is je handvat. Nou, gaan we verder met het treetje. Daar hadden we al op gerild, dus dat vouwen we even om. Even alle vouwlijnen gaan we eventjes extra vouwen. En dan knip ik alle puntjes even taps toe. Zelf vind ik dat het makkelijkste om dan gewoon hem dubbel te vouwen. En hem dan scheef tot de volgende rillijn te knippen. En dat doe ik ook hier. Kijk, als je hem dan openvouwt, dan zie je dat hij aan beide kanten evenveel heeft gedaan. Bovendien is het twee keer minder werk. Zo, dan krijg je dit resultaat. Dat doen we ook even met de andere. Eerst alle lijnen een beetje vouwen. En dan gaan we al de puntjes een beetje scheef wegknippen.
Dan komen we nu eigenlijk aan het lastigste punt van het proces. Dat is zorgen dat de tray netjes op het handvat komt. Met een beetje gepriegel, maar het lukt wel. Ik breng dus weer wat lijm aan op alle, zowel hier dit uiteinde, als op alle lijmranden. Ik ben er nog niet helemaal achter wat de meest makkelijke volgorde is, maar de tray steekt trouwens ietsjes uit over die handvat. Kijk, het is maar een heel klein stukje. Maar hij steekt er een klein stukje uit. Dus je kunt ook zeggen, ik begin met deze. En dan ga ik voorzichtig mijn zijkant er ook op drukken. Zoals gezegd, het is even een klein beetje een priegelwerkje. Maar als de ene kant helemaal zit, dan gaat de andere kant wat makkelijker. Of iets meer grip. Dus het voordeel in dit geval van een vloeibare lijn is dat je nog een klein beetje kunt schuiven. En dat is zoals je ziet bij dit geen overbodige luxe. Dus even alles goed toedrukken. Soms even ietsjes extra lijm nog aanbrengen. Vooral op het plekje waar hij aan het handvat vast zit. Goed toedrukken. En dat is de ene kant. Nou, dan gaan we dezelfde priegelgedoe ook even aan. En toen kwam ik tot de onaangename verrassing dat hij de video, gestopt was nadat ik de eerste tray aan het handvat had vastgeplakt. Gelukkig is dat proces helemaal op video gekomen. Dus dat kun je in principe herhalen. Voor de andere kant, ook hetzelfde priegelwerk, gewoon eventjes goed opletten dat alles mooi netjes verdeeld zit. Daarna gebruik je de twee smalle strookjes en die vouw je om het doosje heen voor extra stevigheid. Als je dit niet zo mooi vindt, mag je uiteraard ook een lintje gebruiken of een stukje raffia. Op dat moment is het treetje klaar. Kun je de doosjes erin doen. En dan kun je er wat leuks in doen. Een cadeau geven. Bedankt voor het kijken.